jongens, welkom en leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Vandaag gaan wij naar Abu Dhabi en daarna gaan we waarschijnlijk weer naar de woestijn. Dit is mijn outfit, ik kan hem even laten zien in de spiegel. Ik dacht mijn abaya van Nice Store. Het zit echt super lekker en ik vraag me ook echt af waarom ik nog nooit in mijn leven abaya's heb ontdekt. En in Abu Dhabi moet je natuurlijk bedekt gaan, omdat het een moskee is. Dus ik heb ook mijn... ja, hoe noem je dit? Headscarf, hoofddoek. Dus die ga ik straks even... nou, ik ga hem nu wel even opdoen zodat jullie kunnen zien. I'm not gonna lie, het staat me geweldig. Love it. Dus dit is mijn outfit of today. Ik heb ook slippers bij de Primark gehaald. Maar door mijn zware gewicht en mijn dikke voeten zijn ze echt al helemaal afgetrapt in die paar dagen. Dus ja, dit is mijn outfit of today. Daar gaan we. Ewa Shek El Poefig. Nee, die is niet schoon. Nou, we waren gisteren bij FOMO, daar hebben we avond gegeten en we wouden gaan ontbijten. Dus we zijn gewoon weer hier naartoe gegaan. En ze hebben hier wel echt heel veel keuze. Ze hebben ook verschillende soorten ontbijtjes. Kijk, je hebt English breakfast, Turkish breakfast, je hebt Marokkaanse ontbijtje. Daar ga ik echt voor hoor. Lijkt alsof ze alleen ons eten hebben opgenomen. We zijn nu in Abu Dhabi, de grootste moskee. Het is even moeilijk vinden de ingang, maar we zijn er. Ja. Daar gaan we. Davinia heeft dus echt een zware parfumverslaving. Letterlijk bij elke parfum dingetje moeten we stoppen. Alles proberen. Ja, alles hè. En ik hou echt van alleen unieke geurtjes. We zijn net terug van Abu Dhabi, de Grand Moskee. Het was echt super mooi. Alleen ik had wel verwacht dat er zeg maar, meer bezienswaardigheden waren. Het was zeg maar, eigenlijk alleen een groot plein. En daarachter had je zeg maar, een gebedsruimte, maar het is een beetje museum gemaakt, want niemand is daar aan het bidden. Maar als je daar wilt bidden is er wel een aparte andere ingang. En je kan daar wel bidden. Maar dat is zeg maar zonder alle toeristen die foto's maken en al die dingen. Maar het was wel echt heel mooi. En ja, ik denk dit moet je gewoon echt een keertje gezien hebben in je leven. Dus als je in Dubai bent, het is een uurtje rijden vanaf Dubai, Abu Dhabi. En je moet wel even gezien hebben. Nu staan we in de McDonald's, want I'm hungry as fuck. En nu gaan we even lekker eten. Ik zeg je eerlijk, ik loef deze outfit echt hoor. Ik loef het. Hallo jongens, het is inmiddels alweer avond. We hadden vandaag dus geen auto gehuurd. En vandaag is er weer een nieuwe auto. We hebben een Mustang voor vandaag, of Mustang. Ik zal ook tegen de video, het enige wat ik ken is een krultang, geen Mustang. Maar die auto lijkt letterlijk op een aluminiumfolie auto. Maar blijkbaar is het dus best wel een snelle auto. En die hebben we voor vandaag. We gaan eventjes naar de mall, dus daarom heb ik me omgekleed. Helemaal buiten adem van het praten, dat is toch niet normaal. En dit is mijn outfitje of the day. In deze jurk zie je echt mooi mijn belly. En ja, we gaan gewoon nog eventjes naar de mall. Morgen is alweer de laatste dag, de volledige dag die we dan hebben. Want we gaan om 4 uur s'nachts op een ja, zondag op maandag weer naar Nederland. Dus vanavond is de ene laatste avond dat we nog eventjes... naar de stad kunnen. Ik was vanmiddag een beetje moe, maar nu heb ik weer energie gekregen, dus let's go. Ik heb een parfum gehaald. Kom je al? Ja, ja ik had jullie al gezegd dat Davinia echt parfum... Jeetje, dat is wel heel veel hoor. Ja, overdrijven. Dit is een parfum die heb ik gehaald. En ja, ik heb er al heel wat natuurlijk. Maar ik ben iemand, ik hou gewoon van unieke geurtjes. Ja, dus deze heb je net gekocht. Ik heb deze net gehad, jawel. Het was niet een, dit was niet een parfummetje die je zo... want eigenlijk wou ik gewoon een parfummetje gewoon op de markt of zo halen. Maar gewoon echt ze hebben je goed omgepraat hè? Ja, ze hebben me gewoon laten lakken die Arabieren. Nou, dit is onze whip of the day. De Mustang. Maar schat, kan je wel rustig rijden, want ik ben zwanger, hè? Ja, hoe gaat die naar voren? Ja, door, van achter hoor. Pas zo. Kijk, jongen, ik geef gas op de weg. Hoe we blazen is niet meer normaal, is de fastline. Ik loop in Mercedes nu. Ik vlieg in de flits voorbij. Jongen, noem me Hitje, Frankie D. Met Jenny Bos, me wat je blieft. Noem me Henkie D. In de leden, zo gelaag, ik lijk een Asian. Niemand gaat halen, want ik pak door zwemmen. Dat is minimaal een beetje. Mossie klappen, Mattie, dat is niet een beetje. Baby nu, want ik heb die pap op mij. Ja, ik ben niet in deze leven. Dubbele hele tijd. Kijk, jongen, ik... Dit is het enige wat er nog ontbreekt in Nederland. Mensen die voor je tanken. Die dingen daar. En die dingen daar. En die dingen daar. En die dingen daar. Zeg maar, en die dingen daar. En die dingen daar. En die dingen daar. Kijk, zo wordt het. Als we dit in Nederland hadden, want ik ben altijd echt te lui om uit die auto te stappen en te tanken. Wil je misschien een flesje water van halen? Ga naar die mat, een kwartier te staan. Een zwangere vrouw. Ga je zo dorstig achterlaten, zo in die hitte met die open dak. Kind heeft genoeg gegeten en gedronken vandaag. Bepaal jij dat? Ja. Jongens, de helemaal chagrijnig omdat ik honger ben. We zijn nu bij de Fabiano. Ik wist niet of het Fabiano was in Dubai. Maar we zitten nu hier en het is echt een prachtig view. Nou, het is vandaag weer een drukke dag. We zijn weer in het appartement. En het is nu 1 uur 's nachts en we gaan slapen. En morgen is het alweer de laatste dag. En morgen in de nacht vliegen we weer naar Nederland. Het was snel hoor. Super snel gegaan. Het was wel echt super leuk. Iets te snel misschien hoor. Nou, ik zeg je eerlijk, ik mis mijn eigen bed wel hoor. Misschien wel. Ja. Hey jongens, het is vandaag de laatste dag dat we in Dubai zijn. Want vannacht om 4 uur 's nachts gaan we weer terug naar Nederland. Ik ga jullie eventjes mijn outfit laten zien. Deze jurk heb ik een tijdje geleden gehad bij de Boeboe. De Boeboe. Volgens mij zit die binnenkant helemaal verkeerd ook. Dit is mijn outfit. Oh. Belly is goed. En de laatste dag waren we natuurlijk aan het kijken voor hoe gaan we onze tijd nou goed indelen. Wat vonden we leuk? Dus we gaan nu eventjes eten. Een vriendin van mij, Dalila, heeft een Marokkaans tentje doorgestuurd. Want we hadden gisteren dus bij FOMO gegeten. Die had ik jullie laten zien. Maar dit eten ziet er gewoon veel beter uit. En het is ook maar 20 minuutjes rijden van dit appartement. Dus daar gaan we nu eten, ontbijten. En dan gaan we weer buggy rijden. En na buggy rijden, hopelijk dat we het redden, gaan we naar zo'n sky... Zo'n zwembad met uitzicht op de stad, zeg maar. Dus dat is de planning voor vandaag. Ik draag ook vandaag de lesje in Russian Volume. Ik heb ze trouwens heel deze vakantie opgehad, omdat dit gewoon mijn favorieten zijn. Ik heb er heel veel wimpjes meegenomen. Maar dit zijn gewoon mijn favorite. Nou, dit is de plek waar we gaan eten. Het heet Berbe. Ja, het is hier betaald parkeren en we begrijpen er helemaal niks van. Nou, dit is het te hebben, jongens. Oh, het ziet er ook wel goed uit. Anders ziet het goed uit. Maar ik zie niet echt lekker ontbijt. Maar ik heb het goed hoor. Gaan we voor het ontbijtje. Ik zeg je eerlijk, bij FOMO was het niet echt heel lekker hoor. Dus ik wilde deze beter is. Ik heb echt behoefte voor deze tafel. En er komt nog een tagine af van mij. Ja. Wat? Ik wil bijna zeggen skip die maar die is al klaar denk ik. Ja, ik ga het niet opruimen. I'm all alone and my joys turn them open. Tell me, where are you now that I need you? Where are you now that I need you? Couldn't find you anywhere. When you broke down, I didn't is zo heet. Het is niet normaal. Mijn make-up is ook echt helemaal weggesmolten. Oh. En nu zitten we weer bij de Dubai Desert. Jongens, ik had een ijsje gehaald. Een soort van, wat is het? Het is een wentelteefje. Een wentelteefje, dat zocht ik. Een wentelteefje, maar het ijs is echt maar 1 minuut gesmolten. Ja. Er staat gewoon een bol ijs op en die is helemaal gesmolten. Ja, maar we hadden ook echt veel gegeten. Het is wel echt niet... Het is ook volgens mij helemaal warm. Ja, ik doe die bakje. Dat bakje. They're going like a Beyonce and they lingerie on that Chardonnay's going touchdowns on your runway. I'm Texas forever like Berbe and I'm Rambo and yo. I'm building a rich like John Jack, I'm Camo and yo. These thoughts can't lock me nowadays. You wish I was no pound cake. Boy, you know I look good at food. Wish I was no baby mom. Want me to go around and give you good karma, but no. We escalate up in this bitch like elevators. Of course, sometimes shit go down. It's a billion. En ik ben bezig met mijn koffer inpakken. Alleen, ja, ik heb wel een probleempje. Mijn drone ben ik dus vergeten in de woestijn. Super handig. Maar toevallig iemand die daar was, die moet bij de mall zijn. En de mall is 20 minuutjes hier vandaan rijden. Dus die wordt straks daar naartoe gebracht. Dus daar heb ik wel weer geluk mee. En ja, dat is eigenlijk het laatste wat we gaan doen. En dan moeten we naar het vliegveld om naar Nederland te gaan. Ik wou echt dat ik hier kon blijven. Ik heb wel nog de laatste keer Fiji Water gehaald. En ook even watjes. En make-up doekjes. Zodat als ik in het vliegtuig zit, kan ik het weer lekker afhalen. Want ik wil niet make-upless in het vliegtuig gaan. Want dan voel ik me echt zo lelijk en een zwerver, zeg maar. Nou, aan alle leuke dingen komt het eind. Ik ga nu verder mijn koffer inpakken. Ik had ook trouwens 2 pruiken meegenomen, maar ik had echt geen zin om die op te doen. En ik ga nu de rest van mijn rotzooi opruimen. En dit was de laatste Dubai vlog, oh my god. Vond je deze video leuk? Doe natuurlijk een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. En dan zie ik jullie volgende week weer bij een nieuwe video in Nederland. Oh my god, doei!